Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig wolken boven Nederland, maar Nederland gaat bedekt onder een laag mist. Die mist lost in de loop van de ochtend wel op en daarna houden we een mix over van zonneschijn en enkele wolkenvelden. Het is vanochtend overal droog, de temperatuur loopt op naar zo'n 15-16 graden. Vanmiddag wordt het dan 18 à 19 graden op de Waddeneilanden en rond 21 graden in de rest van het land. De zon blijft van tijd tot tijd schijnen, maar in het noordwesten zijn er meer wolken en daar kan later in de middag wat regen vallen. Ook vanavond vooral in het noordwesten kans op wat lichte regen. Het zal niet heel veel zijn. In de rest van het land neemt wel de bewolking toe, maar het blijft denk ik nog droog. Morgen is dat niet het geval. Dan ligt het zwakke frontje boven een groot deel van het land. Hebben we hebben te maken met veel wolkenvelden en slechts af en toe zon. De Meeste zonneschijn in het noordwesten en zuidoosten. In het zuidoosten wordt het 21 graden en uit de wolken kan opnieuw wat lichte regen vallen. Vrijdag blijft het waarschijnlijk droog en zijn er flinke zonnige perioden, dan wordt het lokaal 22 graden. Zaterdag ook nog zacht, later op de dag waarschijnlijk pas in de avond een bui en zondag wordt het dan wisselvalliger en minder warm met temperaturen van 17 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl